de parkeerplaats van een flat aan de 44ste straat in de Weeshof in Nijmegen heeft in de nacht van dinsdag op woensdag een autobrand plaatsgevonden. De melding kwam rond 2:10 binnen. De brandweer trof de auto volledig in lichte laaien aan. Het vuur kon snel geblust worden en daardoor zijn de naastgelegen geparkeerde auto's niet in brand gevlogen, maar hebben ze alleen brandschade opgelopen. De oorzaak van de brand is vermoedelijk opnieuw brandstichting. De politie start een onderzoek.